excellentie, hoogedelige strenge heren, edelachtbare heren en mijn heren. Het is voor mij een bijzonder voorrecht u op deze voor ons bedrijf zo belangrijke dag hier van harte welkom te mogen heten. Ik vind het gewoon fantastisch dat een bedrijf dat ooit begonnen is met een stratenmakersopdracht op het station in Den Bosch zo uitgroeit tot een zeer gewaardeerd en wereldwijd bekend bedrijf. Er zijn dienstverbanden van 40, 50 jaar. Het is echt ongelooflijk. Ja, dat is een familie. 100 winters. 100 lentes. 100 zomers. En 100 herfsten. Heijmans bouwt al 100 jaar lang aan Nederland. Dat zijn 36.500 dagen of 1200 maanden. Maar ook maakten we af en toe een uitstap naar het buitenland. In de naoorlogse jaren zat Heijmans in Perzië. Daar hebben ze hele grote irrigatiekanalen aangelegd. Het was wel het pionierswerk. Ik zit 30 jaar bij Heijmans. Ik heb 64 projecten gedraaid. Dus gemiddeld elk half jaar heb ik een nieuw team om me heen. En dat heb ik het liefst. Hier staat 80 jaar Heijmans. Ja, zou je niet zeggen zo, hè? Als je mij ziet. Ik vind het gaaf dat we het samen vieren. Dat voelt heel erg verbindend. Dat we met z'n allen bij zo'n mijlpaal stilstaan. Voelt heel gaaf. De bijzonderheid aan Heijmans vind ik nog altijd het sociale karakter. Hoe was je weekend? Lekker. We behandelen elkaar allemaal op gelijkwaardige manier. Dat is wel een hele prettige werksfeer die we daardoor hebben. Het mooiste wat ik dan meemaak is als ik iets bedenk, dat het dan ook zo wordt gemaakt. En als ik daar naar buiten loop, dat ik ook echt zie dat mijn idee wordt uitgevoerd. En iedereen heeft gewoon het gele hart. We zijn gewoon trots. En dan ben ik altijd trots als ik s'avonds weer thuis kom. Ja. Schitterend. We maken mooie werken en we zijn trots op de werken die we maken. Maar we beseffen altijd dat we het met de mensen moeten doen die bij Heijmans werken. Dat maakt Heijmans wel een bijzondere werkgever. Sinds 1993 is Heijmans een beursgenoteerd bedrijf. Maar het familiegevoel is nooit verloren gegaan. Zo, waar gaan we heen? Loyaliteit, behulpzaamheid en betrokkenheid blijven tot aan de dag van vandaag belangrijk. Het gele hart klopt bij alle medewerkers. Vroeger had Heijmans een slogan: Heijmans sterkt de stad. Dat vind ik een hele mooie, die nog steeds juist is. Makers van een gezonde leefomgeving, dat trekt dus collega's, opdrachtgevers en mensen aan die daaraan willen bijdragen. En dat is denk ik ook de reden waarom men wat langer bij ons blijft. Ik heb maar weinig aannemers meegemaakt die zo veel lef hebben om in dit soort avonturen te stappen. Ik werk er nu 10 jaar. Ik vind het fantastisch. Begon met 1 vierkante meter perron, is uitgegroeid tot 41.543 vierkante kilometer Nederland. De hand van Heijmans zie je overal, in buurten en wijken, in wegen en sluizen en in theaters en ziekenhuizen. In al die jaren zit het maken nog altijd in ons DNA. Of je nu al jaren bij Heijmans werkt, of net begonnen bent, of je werkt op de vloer of op kantoor. Vakman of vakvrouw, daar zijn we trots op. Dank jullie wel.